Daarmee zijn de voor deze politieke groeperingen, die in 20 kieskringen zijn, zijn de namen en de nummers. En dan gaat de secretaris-directeur eerst de naam voor ons onthullen. En dan zal ik het nummer doen. Het lijkt toch echt alsof we een poolindeling gaan doen. En dat is ook zo. Piratenpartij? Piratenpartij krijgt lijstnummer 19. Dinsdag 2 februari heeft het Centraal Stembureau, de kiesraad, deze lijsten onderzocht. Bij 35 van de 41 kandidatenlijsten heeft het Centraal Stembureau 1 of meer herstelbare verzuimen geconstateerd. Op sommige punten is achteraf gebleken dat er enkele verzuimen en onrechten door ons in het procesverbaal vermeld waren. Nadere controles hebben dat uitgewezen. Het betreft de instemmingsverklaringen van de Piratenpartij. Betreffende partijen zijn daar al eerder over bericht. Piratenpartij krijgt lijstnummer 19.